it's time for this again. Vandaag deel ik weer het deeltje van die knowledge in mijn hoofd, toch? Niet daar veel is het, maar de vorige video heeft heel goed gedaan, zo. Dit is wel een beetje harder dan ik die op influencers ga kakken. Een levensverhaal, snap je? Iets wat iedereen wel zou moeten weten, maar het is moeilijk om dit in een video te draaien, omdat heel veel info is en ik ga het proberen. Zeker niet gevallen voor de promoties van YouTubers. Tastes like absolute shit, man. Maar dat houdt je wel wakker en het smaakt beter dan koffie. Op school zeiden ze altijd tegen mij als ik iets raar deed. Kan je nu niet een keer gewoon normaal doen? In plaats van altijd zo raar te doen. Als mensen zeggen dat je normaal moet doen, dan is het omdat je raar aan het doen bent. Als je iets anders aan het doen bent dan wat iedereen doet, dan zegt iedereen altijd van, joh, doe normaal. Omdat voor heel veel mensen die normaal doen, helemaal buiten hun comfortzone ligt om iemand anders te zien doen ofzo. En dan kunnen ze daar niet tegen aan, dan zeggen ze van, joh, what the fuck, doe normaal. Dan voel ik me op de een of andere manier altijd zo een beetje tegengehouden, want dan was ik iets aan het doen wat ik heel leuk vond. En dan zei van, doe normaal. En dan pas besefte ik in mijn hoofd, oh shit, wat ik hier aan het doen ben is niet normaal en iedereen vindt het raar. Het gaat niet precies om iets, ik kan u een dom voorbeeld geven. Ik vind deze hoed heel hard. Zo'n, weet ik wel, Vietnamese safari hoed of zo. Ik doe deze graag aan. Met deze hoed ergens doorloopt, natuurlijk ga iedereen naar je kijken. What the fuck, dit is geen normale hoed. Het probleem is gewoon, heel veel mensen snappen niet dat je er plezier in kan hebben om een hoed aan te doen. Terwijl ik dit fucking nice vind. Dan krijg je rare reacties van mensen. En dan opeens is het helemaal niet meer zo leuk om die hoed aan te doen. Dus ik doe hem alleen maar aan op mijn kamer omdat ik het beu ben. Om die happiness die ik heb voor deze hoed gekild te hebben als mensen er commentaar op geven. Want dit is geen normale hoed. Dit is geen muts. Safari hoed. En als ik die aan heb, dan is dat voor de meeste mensen de eerste keer dat ze dat zien. En dan kraken ze dat helemaal af. Omdat ze er op de een of andere manier niet tegen kunnen dat je het helemaal anders aan het doen bent. Je iets aan het doen bent wat niet sociaal geaccepteerd is of zo. Er is een safari hoed. Mensen denken van, yo, what the fuck zou je dat aandoen? Omdat dat me blij maakt. En dan vinden zij het nodig om die blijheid te killen. In plaats van gewoon eens te zeggen van, hey, leuke hoed. Nee, daar denken ze zelf niet aan. Waarschijnlijk vinden ze dat een leuke hoed, maar ze vinden het belangrijker om te vragen, yo, what the fuck, waarom heb je dat aan? Zo is dat met zoveel fucking dingen. Toen ik begon met YouTube, was het echt iets helemaal nieuw. Was het echt voor heel veel mensen ook heel raar om mijn video's te zien maken op internet, op mijn kamer, voor niemand. Maar ik haalde daar zoveel plezier uit. Ik vond het zo leuk om mijn scare camera op mijn televisie te zetten en dan gewoon iets dom op te nemen. Dat gaat nergens over ging. Dan zette ik dat online en dan toonde ik dat aan iedereen van mijn klas en dan zei iedereen van, what the fuck? Maar dat kon me niks rekken, want ik was een kind en ik vond het zo leuk om dat te doen. Naarmate dat je ouder wordt, toen had YouTube nog altijd geen succes, maar ik maakte nog altijd stomme fucking video's op mijn kamer. En toen kreeg ik meer reacties van mensen, meer mensen begonnen te kijken. Maar de reacties blijven uiteindelijk wel hetzelfde. Iedereen die mijn jacht kende dacht gewoon van, what the fuck ben je aan het doen? En op de een of andere manier, na een tijdje, is het helemaal niet meer zo leuk om video's op te nemen op je kamer. En dan wordt die happiness ook gekild, omdat iedereen denkt van, hey, doe jij fucking normaal, wat ben je domme dingen aan het doen op je kamer? Als je later werk zoekt, gaan mensen die video's zien en dan ga je nooit dat werk komen. Dan op een bepaald moment begin je te twijfelen aan jezelf. En dan zat ik hier in mijn kamer en dan wil ik een video opnemen. En dan dacht ik van, nou, dan ga ik morgen naar school gaan en mensen gaan dat gezien hebben en dan gaan ze weer lachen met mij. Terwijl ik het wel fucking leuk vond om te doen. Maar je kan die dingen niet negeren. Mensen zeggen altijd van, ja, negeer reacties van mensen. Dat gaat niet. Je hoort het wel. En het blijft plakken in je hoofd. En op de een of andere manier denk je er dan altijd aan. En dan probeerde ik een video op te nemen, maar dat ging het niet. Omdat ik vond van mezelf ook dat ik raar aan het doen was op een bepaald moment. Terwijl ik er wel mee begon was omdat ik het leuk vond. En ik vond het nog altijd leuk. Maar ik moest de hele tijd denken aan al die stomme reacties die ik kreeg van mensen. En dan dacht ik van, yo, misschien moet ik echt een keer fucking normaal doen. Fucking blij dat ik dat niet heb gedaan. Want op een bepaald moment gaat alles met YouTube fucking goed. En opeens vindt iedereen het heel normaal wat er aan het gebeuren is. Opeens gaat alles goed. Ik verdien hier geld mee. Ik heb veel abonnees. Veel mensen kijken naar mijn video's. Veel mensen vinden het leuk. En dan sluit iedereen er zelf ineens bij aan dat het gewoon normaal is. Mensen die mij vroeger op school aan het uitlachen waren, zeggen nu tegen mij van, hey, je bent goed bezig. En dan denk ik van, yo, is het zo moeilijk om dan in het begin gewoon een beetje supportive te zijn en gewoon te accepteren dat ik dat misschien wel heel leuk vond om te doen. En dat is hoe alles in elkaar zit. Vanaf dat iets goed gaat, dan is het ineens wel normaal. En vanaf dat veel mensen het accepteren, volgt iedereen ineens super makkelijk. Want hoe makkelijk is het om een grote groep mensen te volgen in iets. En als ze dan allemaal zeggen dat het leuk is, dan is het ineens wel leuk. En dan is het heel normaal wat ik doe. En dan is het niet meer fucking raar. En dan ben ik ineens geen mogol meer die video's maakt op mijn kamer. Dan vinden ze het ineens wel nice. En het is maar alles zo. Het is veel makkelijker om de muziek van een artiest leuk te vinden. Als heel veel mensen er naartoe luisteren, dan hou je het idee een beetje in je hoofd dat je de kwaliteit niet meer zo belangrijk vindt, maar dat je meer de hype gaat volgen dan dat je echt naar de muziek gaat luisteren. En dan luister je er gewoon naar omdat heel veel mensen naar luisteren. Je bent niet de enige die het nice vindt. Stel je komt met fucking nieuw muziekgenre of zo. Je poelt daarmee op je school, je hebt daar naar geluisterd, het liedje heeft 20 views. Je zegt tegen je klas van, yo, what the fuck, ik heb hier een nieuw genre gevonden. Je laat dat allemaal mensen horen. De eerste vraag die je gaat stellen is van, yo, van wie is dat? Dan toon je dat en dan zien ze dat 20 views heeft. En dan gaan ze meteen al in hun hoofd hebben van, oké, die heeft niet veel views, dus dat kan niet goed zijn. Dan beginnen ze het af te kraken en dan begin jij er ineens ook aan te twijfelen van, joh, is dit wel goed? Vind ik dit wel goede muziek als iedereen dat hier slecht vindt? Jij vond het misschien op je kamer heel fucking chill om naar die rare beats te luisteren. Je dacht van, oeh, ik weet zelf niet hoeveel alien muziek dat het is, maar blij. En dan toon je dat aan andere mensen en dan kraken zij het helemaal af. Op basis van iets volledig anders dan wat het echt is. Dan denk je opeens ook van,
Misschien is die helemaal niet zo. De mening van andere mensen beïnvloedt altijd gewoon superveel wat jij zelf doet. En zo begin je dan te twijfelen aan jezelf. En dan verlies je jezelf een beetje. Verlies je jezelf wat je echt wil. En dan verlies je je eigen keuzes. En dan weet je op een bepaald moment niet meer wat je nice vindt. Dat is waar op dit moment echt aan het gebeuren is. Ik weet niet precies hoe ik dit moet uitleggen, maar het is zo makkelijk om een grote groep mensen te volgen, in plaats van zelf achter te zoeken wat je leuk vindt en zelf achter te zoeken wie je bent. Terwijl dat als je dat zou doen, dat je echt dingen zou vinden waarvan je denkt van what the fuck, dit is fucking hard. Dat is het probleem. Dat is echt het probleem van deze samenleving op dit moment. Iedereen vindt het op dit moment zo nodig om te kakken op alles wat zij niet nice vinden. In plaats van gewoon te accepteren dat iemand anders het wel nice kan vinden. En op de manier, als jij dan op die manier gaat zeggen van hey, ik vind dat fucking shit. Mensen dat gaan horen, dan gaan ze misschien denken van ik vind dat niet nice. Misschien is het wel niet zo nice. Dan denk je opeens niet meer aan jezelf. En vind je de mening van iemand anders veel belangrijker dan wat je zelf vindt. En dan kan je zeggen van joh, jij kakt toch ook fucking veel YouTubers uit. Misschien vinden zij het ook gewoon leuk om dat te doen. Ik kak fucking veel YouTubers uit. Niet dat zij daar een fok om geven. Ik probeer meer de kijkers van de YouTubers die ik aan het uitkakken ben erop attent te maken dat die echt bespeeld worden en dat die echt als een soort van goudmijn gezien worden door de YouTubers. In plaats van dat ze echt leuke content proberen te brengen. Nu, ik heb er de laatste jaar echt ook een redelijk groot probleem aan gehad. Dat ik echt dacht van, yo, maar welke muziek vind ik nu echt leuk? Wat vind ik nu echt leuk om te doen? Welke kleren vind ik nu zelf echt heel nice? Wat wil ik echt doen? Wat vind ik leuk? Dus op de een of andere manier klinkt dat heel makkelijk, maar dat is het. Je mening wordt op zoveel manieren beïnvloed. Dat je op een bepaalde manier de keuzes niet meer zelf opmaakt. Bent, maar dat je meer aan het denken bent dan wat gaan andere mensen ervan vinden dan wat ga ik ervan vinden. Zoveel mensen kleden meer om indruk te maken op andere mensen dan op indruk te maken op jezelf. Jij moet er blij mee zijn. Jij moet blij zijn met wat je aan het doen bent. Je moet niet echt proberen andere mensen blij te maken. Je moet in eerste instantie jezelf proberen blij te maken. Want hoe de fuck ga je andere mensen blij maken als je zelf niet trots bent op wat je aan het doen bent? Stel ik zou zelf niet achter mijn video's staan. Stel ik zou zelf niet geloven in wat ik aan het doen ben. Wie de fuck zou er dan wel in geloven? Hoe de fuck zouden jullie dan mijn verhaal accepteren als ik zelf twijfel over wat ik aan het zeggen ben? Dat is wat veel mensen vergeten. De eerste stap om indruk te maken op andere mensen ofzo, zorg dat je indruk hebt gemaakt op jezelf. Je moet geloven in jezelf. Je moet verliefd zijn op jezelf. Als je niet verliefd bent op jezelf, dan ga je nooit iets kunnen doen. Dat klinkt fucking raar, maar dat is zo. Self-love is echt necessary. Je moet geloven in jezelf. Je moet echt fucking verliefd zijn op jezelf. En ik heb het niet over echt narcistisch. Je moet dat niet in het extreme trekken. Je moet gewoon leuk vinden wat je zelf doet. Dan kan je dat doorgeven aan andere mensen. Het probleem van de meeste mensen op dit moment is gewoon dat ze niet denken aan wat zij leuk vinden, maar dat ze alles gewoon op de een of andere manier doen voor andere mensen. En dan of dan niet echt het effect dat ze willen. En dan. Ik ga niet zeggen dat dat het begin is van de meeste mentale problemen dat veel mensen hebben, maar dat is het wel, denk ik. Daar kan je niet echt iets aan doen, want dat is een van de moeilijkste dingen die je kan hebben bij je leven. En dat is vanaf dat je een soort van struggle zit met jezelf, dat je niet meer weet wat je echt wil. Waarschijnlijk zijn er redelijk veel mensen deze video aan het kijken die nog niet met dat probleem zitten, maar ik ben blij dat jullie dat probleem nog niet hebben, maar ik ben zeker dat heel veel mensen dat probleem wel hebben en dat is echt shit. Om het nu echt eens in het super extreme te trekken, stel je voor je hebt een gesprek met iemand en je vraagt iets heel normaal en je weet gewoon niet wat de fuck dat je daarop moet zeggen. Niet omdat je antwoord niet weet, gewoon omdat je bang bent voor de reactie en omdat je niet weet wat je moet zeggen en omdat er zoveel dingen in je hoofd spelen op hetzelfde moment als hij dat vraagt, dat je gewoon echt een soort van error hebt in je hoofd, waardoor je niet meer spontaan kan antwoorden en dat je dan echt gewoon iets dom zegt, waarvan dat je de seconde erna ook denkt van, what the fuck heb je het net gezegd? Ik kon gewoon geen spontaan antwoord geven. Dat je geen spontaan gesprek met iemand kan voeren omdat je jezelf kwijt bent. Dat je niet meer weet wat je wil omdat je jezelf kwijt bent. Dat je niet meer weet wat je zelf echt wil doen en zo omdat je jezelf kwijt bent. En hoe fucking moeilijk is dat als je echt kijkt naar het systeem van dit leven en zo, waar je op zo'n jonge leeftijd dan moet kiezen wat je wil worden, dat je op zo'n jonge leeftijd dan moet kiezen wat je wil studeren en zo. De fuck verwachten ze dat we zo'n moeilijke beslissing nemen als we helemaal nog niet weten wie de fuck we zijn. Dat klinkt nu heel fucking cliché, ik weet het. Maar op zoek toch naar jezelf dit, dat. Dat is het moeilijkste. Dat is het moeilijkste van heel dit leven. In mijn ogen. Als je jezelf op een bepaald moment kwijt bent, dan is het zo moeilijk om jezelf terug te vinden. Makkelijk om te zeggen tegen andere mensen, ja alles is safe, alles gaat goed. Als dat niet zo is, dus graaf je jezelf alleen maar dieper in hoor. Dan ben je aan het liegen tegen jezelf. Dan ben je te geloven in je eigen leugens. Dan denk je dat je iemand bent, maar dat is helemaal niet zo. Maar zo diep ga je niet gaan. En om daar even kort aan toe te voegen, ik weet niet of dat iemand de hol boeit of zo, maar weet en zo, spelen geen fucking goede rol als je in zo'n situatie zit. Als je jezelf kwijt bent en dan begin je te smoken om te vergeten dat je problemen hebt ofzo en om je gewoon chill te voelen. En dan smoke je jonko en dan ben je stoned en dan denk je what the fuck. En dan is je hoofd nog 1000 keer zwaarder aan het werken op al die dingen. Maar dan ben je jezelf kwijt. En dan ben je stoned en jezelf kwijt. En dat is geen goede combo, man. Het is allemaal fucked up, man. Blijven ze zo easy zijn en zo. Maar door alles waarbij komt, door fucking social media, door al die fucking dingen. Zo makkelijk om iemand anders te zijn op social media. En andere mensen te doen geloven dat je zo bent. Tot op het moment dat je er zelf in begint te geloven dat je anders bent. En dan begint die tweestrijd in je hoofd. En dan denk je echt van, yo, what the fuck is going on, man? Ik hoop dat veel mensen deze video gewoon zien als een soort van uitlaatklep van mij.
aan de andere kant hoop ik dan ook weer heel veel mensen het wel voelen en ook denken van, what the fuck, wat is dat dus al waar? Maar het rotte is, ik kan deze video nog zo goed uitleggen als dat ik wil. Ik ga jou niet kunnen helpen met zoeken naar jezelf of zo. Ik kan jou niet helpen met te zoeken wie jij bent. Dat moet je allemaal zelf doen. En hoe doe je dat? Ik heb geen flauw idee, man. Dat is bij iedereen anders. Mij hielp het gewoon om echt een beetje rustig op mijn kamer te zitten en fucking te lezen en zo, man. En rustig te focussen en te zoeken naar wat ik echt wou en wat mij gelukkig maakte. En blij dat alles nu weer een maandje, 2 maanden, dat alles weer een beetje goed is. Uiteindelijk, alles ging niet goed met mij. En ik stak het zo in mijn hoofd dat alles wel goed ging, dat ik weer alleen maar dieper en dieper aan het gekomen was. En het is even lastig, man. Ik had het even lastig om alles. Het is dat je meestal op die momenten zelf, dat je het zelf niet door hebt of zo, dat het echt slecht had. Dat is misschien wel het moeilijkste, het accepteren dat het niet goed gaat met jezelf. Dat het niet zo goed gaat met... Misschien niet met je gezondheid en zo, maar alles is hier. Dat is stap 1, man. Accepteren dat er een beetje een probleem is. En dan moet je zoeken waar je komt en zo. En dat is allemaal zo moeilijk, want niemand kan jou daarbij helpen. Niemand kan in je hoofd kijken. Volgens mij is het grootste probleem gewoon, zoals ik zei in het begin van deze video, zo makkelijk om andere mensen te volgen en gewoon hun na te doen. Dat zelf beslissingen te maken voor jezelf. Ik heb laatst die video gemaakt, toch? Van die vrouw die 24/7 de slaaf is van haar man. Pas daarna besefte ik dat die vrouw in die video echt zo één lijn zag. Ze zegt op een bepaald moment, ja, ik heb er zelf voor gekozen om dit te doen. Omdat ik de stress niet aan kan van keuzes maken voor mezelf. En hij maakt dan eigenlijk nu de keuzes voor mij. En zo heb ik veel minder stress en leef ik gewoon makkelijk. Toen ik dat voor de eerste keer hoorde, ik dacht echt, what the fuck, she crazy, man. Ik wil geen fucking 24/7 BDSM slaaf worden. Snap je? Get the fuck out. Niet mijn ding. Zo makkelijk om iemand anders te volgen en leuk te vinden wat hij leuk vindt. Ook al vind je het niet leuk. Als je nog 3 andere matties hebt die het ook leuk vinden, ja, dan is het wel makkelijk om het leuk te vinden. Toch aan om erover te praten. Het is nog 1000 keer harder om iets te doen wat jij echt leuk vindt. Just throwing in some fact. Ik moest er 1 scoopje in en ik heb er 3 aan gedaan. Omdat ik dacht van, joh, ik ga voor die goede smaak. Ik moet niet altijd video's maken waarin ik mensen uitlachen. Of waarin ik grappige filmpjes bekijk. Of waarin ik domme dingen doe. En ook is dit doen. Dus gewoon rustig neerzetten. Eens even praten met jullie. Even zeggen van, yo guys, how you guys doing? Als je erin kan terugvinden en als je snapt wat dat probleem is, dan... Yo, it's pretty rough, man. Het is niet cool. Komt allemaal door social media. Hebben onze ouders dat nooit meegemaakt omdat zij geen social media hadden. Hey, thanks social media. You're great. We love the internet. Van al de positieve dingen die erbij komen, de negatieve dingen zijn even kut, man. Dat wil ik even delen met jullie. Hebben jullie nog niet genoeg van mij gekregen? Ik ben van deze avond live op Twitch. Ik ga geen Fortnite video's mee maken, what the fuck. Ik ga het wel een beetje streamen op Twitch, man. Hey, de skill is er nog, man. Ik heb een nieuwe controller gekocht en die andere 2 heb ik kapot gesmet. En dat zou ik zeggen. Hey, see you guys next time. Ik ga naar Spanje. Bah, thanks for watching, guys. See you guys next time.